De regering moet gaan werken aan het inburgeringsbeleid, omdat er momenteel geen enkele toets of scholing is voor zij die genaturaliseerd willen worden. Dit zei VHP-parlementariër Xuan Rui Wang afgelopen donderdag in de Nationale Assemblée tijdens de behandeling van de ontwerpwethoudende verlening van de Surinaamse nationaliteit door naturalisatie aan 220 personen. Hij meende dat reeds bij de vorige naturalisatiewet er gewerkt zou worden aan een aantal zaken. Is de afdeling vreemdelingen zaken van plan om ook het binnenland te gaan? Dan heb ik het over de goudvelden en ook daar de voorlichtingen te geven. Worden illegale gevraagd en de gelegenheid gegeven om alsnog een aanvraag te doen voor verblijfsvergunningen? In hoeverre is het zo dat Suriname als hub wordt gebruikt voor personen om verder door te reizen naar andere landen? Dan heb ik het over de Haitianen en andere groepen, want we weten dat de situatie daar grimmerig is. Meneer de voorzitter, graag doe ik een beroep op de overheid om te focussen op de voorlichting en dat kan wel in alle talen. Wang zegt dat er veel in place gebracht moet worden om te komen tot een duidelijke toets of scholing voor personen die genaturaliseerd willen worden. Daarnaast vroeg Wang hoe het staat met de vreemdelingen die het land nooit verlaten. Hij haalde hiervoor de Brazilianen aan die illegaal in het achterland werken. Het proces moet al beginnen bij het aanvragen van een verblijfsvergunning. En daar moeten we de mensen beginnen te scholen. Al is het één keer in de week, is het bijvoorbeeld in Nederlandse taal of de Stranatongo, maakt niet uit. Maar het gaat om basisaspecten als waar men zou moeten aankloppen om zaken gedaan te kunnen krijgen. Als we praten over het inburgeringsbeleid, kan de overheid bijvoorbeeld het ministerie van Onderwijs, Wetenschap en Cultuur of ministerie van Arbeid vragen om te komen met een curriculum. Dit kan ook motiverend werken naar de mensen om juist de schoolbanken in te gaan. Meneer de voorzitter, er moet nog veel in place worden gesteld om dit probleem helemaal aan te pakken. Tegelijkertijd willen we graag van de regering weten hoeveel illegale buitenlanders het land zijn binnengekomen. En daar heb ik het over die nooit zijn vertrokken. Hoe zit het met de illegale Brazilianen die in goudvelden werken? Is de afdeling vreemdelingen zaken van plan om ook het binnenland te gaan? Wang benadrukt dat voorlichting essentieel is in het geheel, omdat er nog veel onduidelijkheid heerst bij personen die zich willen laten naturaliseren.